We zijn onderweg met de grote aanhanger van Witoma. Onderweg naar Kreling Chrysanthen in Gameren. Een van de mooiste chrysantenkassen van Nederland. Daar werkt onze zwager, Wouter. Voor de twee boeven hier achterin is dat ome Wouter. En die stuurde mij dit filmpje. Vanwege de slechte export wordt er zoveel vernietigd. En ja, wij maken de hele week door mensen blij op de zaak. Maar wat als je nou eenzaam bent en geen bezoek mag ontvangen? Misschien ben je wel heel blij met zo'n bloemetje. Nou, ik zit deze week bij de thuiswerkclub en ik kan wel toegeven, ik heb best een uurtje vrij. Dus we gaan eens even kijken of dat we wat op kunnen halen bij ome Wouter, jongens. Mooi, hè? Helemaal automatisch. Wat is nou het probleem van al die bloemen die niet weggaan? Ja, geen afzet. Dus in principe de grenzen dicht en dan kunnen we de bloemen niet kwijt. De leveranciers die kunnen ze niet meer gebruiken. En dan moeten we ze helaas storten. 10 weken lang hebben we ons best gedaan op een prachtig mooi product. En nou is het heel erg zonde. Hey Bram, waar gaan ze nou heen? Helemaal naar onder. Voor de mensen. Allemaal bloemen geplukt. Dus wij rijden op dit moment met een grote aanhanger vol met chrysanthen naar verschillende locaties. We zijn bij Maria Oort van Vivent. Zo, de eerste lading is de open oma afgeleverd. De tweede lading mogen wij zelf gaan lossen, jongens. Zo jongens, die mensen waren zo blij. Jullie hebben zelfs ijsjes gekregen. Wat lekker. We zijn onderweg naar locatie 2, naar Berlerode. Ook een locatie van Vivent. De volgende bestemming jongens, de Donkenhof in Den Dungen. Pak vast. Ja? Sjouwen. Kijk eens jongens. Jullie gaan er goed voor zorgen, denk ik niet? Ja. Nu gaan we naar de Hoge Klok in de Mos. Dankjewel. Oh. Ja. We kwamen bij het Hof van Hintam vandaan. Ik denk voor de insiders beter bekend als De Wiegde. Ook daar waren ze er heel erg blij mee. Op naar de volgende. Jij hebt mij in je armen meegenomen. Acht de sterren en maan naar een plek waar de tijd weer bestond. Ik mis hier de warmte van Dorsafé, de aanspraak van mensen met de zachte G. Ik mis hier het zeiken op alles of mis, voor mijn maar zo klaar was, zo trots als een vis. En dan denk ik aan jongens, bij de Anneborg was wel echt leuk, hè? Met die DJ erbij en de muziek en jullie allemaal de bloemen uitdelen. Papa super trots op jullie. Echt goed gedaan. Zijn er weer heel wat? Geweldig. Kijk, daar zijn we er live getuigen van. Dankjewel, hè. Graag gedaan. Nou, we gaan weer op naar de laatste twee. Ja, graag gedaan. Zie je er wat moois van te maken, dames? Yo. Pak jij die ook nog eruit, Bram? De allerlaatste bosjesbloemen van vandaag, die zetten wij hier in een mooie bak. En kom jij nou deze week nog in de showroom, of je nieuwe caravan of camper ophalen, neem een mooi bosje mee. Die zijn voor jullie.